let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Hi baby. Hi. Gaat het? Nee. Fijn hè? Ja. In ieder geval, we zijn er bijna. Bubushi. Ja? Oké. Okay. We zijn hier mensen. Tijd is gekomen. Tijd is gekomen. Het gaat gebeuren. Ik ben super zenuwachtig. Neem me niet kwalijk hiervoor. Waarom ik dit stukje film. Ik ben mijn stem zelf kwijt. Dit filmen we voor de baby. En voor de familie natuurlijk. En later voor onszelf. Ik ga niet alles filmen. Of tenminste, ik ga alles filmen, maar jullie gaan niet alles zien. Ja, zo moet ik het zeggen. We gaan nu voorbereiden. Wish us luck. Hey, Dushi. Hi, baby. Gaat dat? Ja. Een eigenwijze kindje heb jij. Echt. Heel lang hebben ze gezocht om de haartje te horen. Maar lukte maar niet, hè? Ja, je hoort het, ja. Maar niet duidelijk. Ja, ze wisten waar ze lag. Precies. Is je gynaecoloog op de hoogte? Hoe ik dat in dienst heb, krijg ik. Oh. Je moest niet specifiek iemand bellen. Oh, oké. Okay. En zij was geen geloof? Of van? Nee, dat is voor verpleegkundige, denk ik. Oh, oké. Okay. Kan je mijn telefoon pakken? Waar is ze? Daar. Koren brood. Ga je eten bestellen? Ja. Oh, wat een luxe, hè? Wat een luxe. Gekookt ei, zandsalade. Kijk de weeën mensen. En gewoon door. Nee, of niet? Mag ik dacht, ik je mag geen avondeten. Ik ga lekker iets halen. Mag niet? Nee, mag nog niet. Maar misschien moet je voor een geval dat je moet opereren. I know. Ja. Hoe voel je je nu? En nu prima. Ja. Je hebt nu een stang. Ja. En die vrouw zei schud met je billen. Ja. Aan een stang. Ja. Dat je nieuwe. Het werk aan een stang. Oh jee, jee. Ja, jongens, we zijn nog steeds hier. 4 centimeter toch? Ja. 4 centimeter ontsluiting. Op dit moment. En we hebben wat eten besteld. Dus we gaan zo even eten. En ja, spannend. Hè? Wat? Oh. Weer een week. Adem door je neus. Goed zo. Heel goed. Gewoon een beetje lopen voor de weeën. Is dat, snap je? Ja. Oké. Okay. Goed zo. Ik wilde niet meer. Was bij back? Hoe bij back? Ik Nee, je kan niet naar huis. Ik kan gewoon naar huis. Nee, dat kan niet wel. Watch me. Adem maar, adem maar. Neus in, mond uit, kom op. Ik hoor het niet. Goed zo. Goed zo, baby. Doe je goed. Goed zo. Ze hebben net een klein echootje gedaan om te kijken hoe de beentjes van de baby liggen. We weten al dat het een stuitligging is. Dat weten jullie trouwens niet, hè? We hebben niet gezegd of wel? Ik weet niet meer.
In ieder geval, wat jullie moeten weten, baby liggen is tijdligging. Ze hebben 2 keer geprobeerd om een baby te draaien. Is helaas niet gelukt. Dus de kans is vandaag dat ze een keizersnee moeten krijgen. Maar ze gaan eerst normaal proberen. Vandaar dat ze zijn komen kijken net van hoe de beentjes liggen. Maar zoals die meneer net aangaf, is dit de beste manier. Of dit is de meest gunstige manier, toch? Hoe ze op dit moment ligt. Volgens mij. Gaat ze weer. Adema baby, adema. Nog een keer. Ja, dus dat heb ik volgens mij in een oude vlog aangegeven, maar die vlog is niet uitgekomen. Alle vlogs van 2020 hebben we niet meer geüpload. Dus in mijn hoofd dacht ik dat jullie dit wisten, maar ja, dit weten jullie niet. Dus baby ligt in de stuitligging, jongens. Super spannend. Plop. Wat plop? Nee, dat gaat niet zo gebeuren. Zo snel niet. Ah, keep you posted, guys. Beter? Ja. Oké. Je bent grabber. Nee. Je wil ik om zo. Nee. Wat heb je net gedaan? Ik heb een prik gekregen. Wat voor prik? Ik heb weer een wee. Je hebt weer een wee? Ja. Maar je voelt er weinig van, hè? Ik voel het, maar niet als zoals vroeger, toen, nee. Wat voor prik heb je gehad? Een epiduraal. Hè? Huh? Een ruggenprik. Een ruggenprik? Even wachten. Oké, okay, ja, is goed. Laat maar. Ja, zo. Ja, je hebt een ruggenprik gehad. Ja. En, gaat het goed? Ja? Dat gaat prima, joh. Oké, okay, je hebt veel minder pijn. Ja. Je hebt een katheter ook in? Ja. Oké, okay, dus je kan... Dat ik niet mag, ik mag niet uit bed komen meer. Ja. Je praat alsof je dronken bent. Ja, joh, ik weet niet waarom, ik ben gewoon moe, denk ik. Oké. Okay. Hey, en je hebt een beloning gehad? Ik heb wat een reisje. Oh. Ik heb het zo goed gedaan. Ja, maar dat is lekker, hè? Ja. Dat mocht het wel. Ik mocht wel een waterijsje. Ja. Oké. Okay. Geen snoep. Hmm. En mensen, we waren net ongeveer een uurtje bij de OK. Was het zo lang? Ja. Ik heb er niks van gemerkt. Ik heb helaas niet gefilmd, maar wat ze net zegt, ze heeft een rugprik gehad en zo van alles. Fijn. Dat is fijn, hè? Wat maar het wil het eerst niet lukken. Daar heb je misschien weinig van gemerkt. Nou, ze bleef prikken. Ik ben zo. Ja. Ik dacht, ja, ik hoop dat het lukt hoor. Mm-hmm. En nu is je hoge... Ik heb een hoge bloeddruk. Je hebt hoge bloeddruk. Ik weet niet waarom. Ja. Waarschijnlijk gaat ze zo een pilletje voor krijgen. Laatste keer dat ik jullie sprak, had ze 1 infuus, toch? Ik had alleen maar 1, ja. En nu heb je 1, 2, 3, 4. Ja. Maar eindelijk... Is de bloeddruk omlaag gegaan? Ja. Eindelijk, na heel veel pijn en moeite. Ja. Ik was echt best bezorgd. Was je bezorgd? Ja, hun ook. Ik zag aan hen dat ze een beetje bezorgd waren. En dat maakte me bezorgd. Nee. Bezorgder. Dat maakte me bezorger. Bezorger? Want thuis bezorgd. Ja. Maar ja, we hebben niet honger, hè? Ik heb geen honger. Jij hebt geen honger? Nee. Ik heb ook koude honger. Ja, dan moeten we iets bestellen. Oké. Ga kijken wat we kunnen fixen. Het is inmiddels bijna 9:45. We zitten hier vanaf 3 uur. En baby wil nog steeds niet komen. Ik denk dat het morgen wordt. Denk je dat? Vannacht of echt morgen? Oh, vannacht. Nou, dat is ook morgen. Ja, oké. Okay. Hey, moe? Ja. Je ziet er eigenlijk ook moe uit. Ik ben heel moe. Oké. Okay. Het wordt een beetje warm, man. Ja, ik heb geen koorts hoor. Het is gewoon
van de medicatie. Oké. Okay. Ja. Babyhartje, klopt mooi. Hier kunnen jullie de weeën zien. Bloeddruk is lekker gezakt. Een douche gaat heel even rusten. Mm-hmm. En ik heb lekker domino's besteld. Ben je geschrokken? Lekker. Ja, ik ben geschrokken, ja. Oké. Okay. Ik heb een wee. Oh, oké, okay, je hebt een wee. Kunnen we dat zien? Ja, perfect. Ze heeft een wee, mensen. Kijk hier. Lekker cozy in je kamer, hè? Ja, joh, romantisch. Romantisch, hè? Adama, baby. Zo. Dus. Ik word helemaal gek van die gepieper. Inmiddels 3:00 s'nachts. We zijn hier 12:00. 8,5-9 centimeter. En we staan een beetje stil. Het gaat niet verder. We zijn nu aan het overleggen wat ze gaan doen. En als ze meer, hoe zeg je dat, pijnstillers moet krijgen. Dus we zijn in afwachting, mensen. Oh jongens, het is een beetje anders dan gepland. Ik film niet pas, we moeten naar de operatiekamer. Gaat niet lukken, moet met keizersnee. Ze heeft net een tweede ruggenprik gekregen. Ik ben al helemaal omgekleed. En ik vind het spannend. Ga jullie zo snel mogelijk laten weten hoe of wat. Tot zo. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Welkom op de wereld. Ja, lekker ding. Je beentjes kunnen weer dicht hoor. Ja, het is niet klaar. Hey JD. Hey baby. Ja? Let's take it slow. Where you go, I go too. En if you hit the bottom. Jawel jongens, het is achter de rug. Oeh, wat ben ik opgelucht en blij. Blij met mijn dochtertje. Jawel, hè Dushi, hoe gaat het? Gaat het goed? Ja, hoor, is helemaal. Zijn je boobies representatief? Of, Ik weet niet, wat zie je? Baby ligt bij mama. Lekker gezellig aan de kroelen. Hè? Ja. Ben je moe? Mm-hmm. Ja. Moe. Uitgeput, maar jongens, we hebben een familie suite. We gaan hier blijven. Ik ga hier slapen. Mama slaapt hier, kindje slaapt daar. En al dit is voor ons. Badkamer is daar. Het is een family suite met een uitzichtje. Moet je eens kijken, ontbijt is al bezorgd. Jawel. Ik ga de vlog van vandaag bij deze afsluiten. Super bedankt voor het kijken vandaag weer. Vergeet niet de blauwe duimpje omhoog te doen. Abonneer kan ik beneden. En wij drieën. Hey Dushi, we zijn drieën. We checken jullie in een nieuwe vlog. Later.